Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben de intro vergeten op te nemen van deze video, dus ik doe het nu. Yay, go me. In deze video gaat de kat van Emmee onze dag bepalen. En het is zo leuk geworden. En ik hoop echt dat jullie het erg leuk vinden. Dus veel plezier met kijken. Bye. A is douche. En B is bad. Welke neem je? A of B? A of B? A of B? Gaat in het midden. Oké, het wordt A. Ja. Ik wilde heel graag in bad. Maar ja, het wordt toch echt douchen. Nou, bedankt, poes. Even, hoe sad. Ik had hierin kunnen liggen. Ik kom net uit de douche. Ik heb me aangekleed en ik ga nu make-up doen. Hierna gaat Skes kiezen of Emmee krullen moet doen. Of haar normale haar. Dus ik ben benieuwd. A is voor krullen. Dit is haar wassen en niks meer doen. Ja. Are you ready, girl? Maar we kunnen het gewoon even laten liggen. Kom, kom. Ja, ja. Ja, dan is het krullen. Is het nu krullen? Meid? Ik weet wat ik moet doen. Begin maar met je haar, het krullies. Krullen? Dat is lang geleden. Ja. Dit is het nieuws. De eerste is pancakes. En B is brood. Dat is gezonder of zo. Ja, inderdaad. Dat is beter. Oké, maar wie? Schrijf Why didn't you choose the pancakes? Why didn't you choose the pancakes? Goed gekozen, maar niet heus, hè? Heel goed gedaan, maar we hadden wel iets anders gewild. Ondertussen weten we dat M haar haar moet krullen en ik ga ondertussen het ontbijt halen. En dat is helaas niet pancakes. Sun is shining. Ik weet niet of ik goed loop. Oh mijn god. Even kijken hoe het bij Emmee van der Piel gaat. Ik kan het bepalen. Maar ik ben wel echt snel. Maar ik ben klaar. En dan zit het zo. En deze laat ik nu opdrogen. Echt nice. Of afkoelen. Ja, en dan doe je ze borstelen. Ja. Nice. We got the breakfast. Helemaal door Poes gekozen. Nou ja, helemaal. Geen pancakes in ieder geval. In ieder geval geen pancakes. Oké, we gaan nu kiezen waar we heen gaan. Ik ben echt zenuwachtig. En we hopen stiekem Den Bosch. Ja. Dus A is Den Bosch. En B is Leiden. Oké. Oh my god. Kom eens knuffelen. Alsjeblieft. Kom even knuffelen. Dit is zo awkward. Met tante Roe. Oh my god, oh my god. Nu moet ze terug. Ga je naar Den Bosch of ga naar Leiden? Oh my god. Waar de fuck ga je heen? Je gaat niet naar Cactusland. Ik ga aan de kant zitten. Ik ook. Oh my god, ja. Ga je naar de fucking Den Bosch? Of naar Leiden? Oké, het is sowieso Den Bosch. Dat wilde we goed gedaan, mami. Nu mag je naar buiten. Go, run. You're free. Voor nu. Oké, guys. Yes. We gaan naar Den Bosch. Ik wil iets opzoeken. Oké, wat gaan we nu doen? Oh ja, ik wil nu weten dat we naar het bos gaan. Ja. En we gaan of naar vintage kleding of home. Ja, we kunnen we al zoeken. Mam, dit lang. Heb je ooit iemand gezien die zeg maar zonder spiegel er mascara doet? Nou, here you go. She's going. Als iets meer nog. Je gaat het meemaken. Oh my god. Wow, 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 dat. Dat we gewoon niet kunnen beseffen dat we in Den Bosch zijn. We zijn echt vet ver van Amsterdam. Oh, turn door de kat. Ja, ik zag ze. Door de kat, dus Skes. Thanks man. We zijn in Den Bosch. Ja, het is echt. Wie komt er uit Den Bosch? Ik ben echt super benieuwd. Den Bossers are. Den Bossenaars. Je weet het. Je weet. Gaan we kledingwinkel of home decor? Ja, dus gaan we vintage home shoppen of vintage kleding? Kleding home. Zet je poot maar weer neer. Het wordt kleding. Ja! Ja, het wordt kleding. Jee, leuk. Welkom. Kijk wat ik vind. Gewoon iets van Topshop.
kan best leuk zijn met Dr. Martens. Ik kwam dus hier niet af. En nu... Nu in het pashokje. En ik heb best wel wat eigenlijk. Maar 6 euro. Ik heb een super cute colbertje. Echt een kleine maat ook. Hij is een beetje beige. Hij lijkt nu wat geliger, maar hij is beige. En een hele leuke jas. Look. Ik kan zien, maar love this. En dan heb ik nog 2 koltruien. Dit is een bruine. En... een witte. Nu de jas aan en ik vind het idee is nice, maar hij is wel echt te groot. Kijk hier. Hier eindigt mijn schouder en hier gaat hij dan door. Verder vind ik hem wel echt heel leuk. Wel echt jouw stijl. Ja, alleen hij is hier een beetje misschien snap je, het is niet echt. Maar hij lijkt ook wel op iets wat je hebt. Een beetje. Ja, een beetje. Oké, jongens. Ik heb nu het colbertje aan en hij past... perfect, perfecto. Gewoon. Ja, hij is echt heel mooi. Ik weet niet hoeveel die was, maar hij sluit echt perfect aan. Maar ik draag dus nooit colberts. Ik heb nooit gedragen. Hij is, volgens mij is het ook gewoon nieuw. Dat kan niet. Kom met flares dan dit en misschien met fanny pack of zo. Oh my god, de styling hoor. Wel zo dan toch? Ja, oh my god, I love this. Hij is ook een beetje vol nu hoor, die fanny. Ja, hij is nu echt een buidel. Oh my god. Oh my god, I love it. Ik heb nog nooit zomaar een colbert gehad die mij zo goed aansluit. Omdat ik ben gewoon klein. En altijd is het zomaar hier te groot. Oké, deze is 8 euro. Ik wil eigenlijk een merk opzoeken. Ja, Purdy of zo. Purdy, ik ga nu opzoeken. En mee heeft de site gevonden. Wat? Nou, de eerste blazer was 189. Ja, dan moet dit ook maar zoiets. Ik denk dat het misschien echt wel 100 deze is. Deze blazer is 200. Oh, het is niet heel... Kijk, weet je wat het is? Wat is het? Nou, kijk. Hier zit hij gewoon heel erg los. En deze vakjes, dit is gewoon heel erg groot voor bij jou. Jij moet echt een meer... Of dat hij echt overal oversized is. Ja, dit is gewoon... Hij is maar strak. Ik dacht, oh, dat is nice. Weet je, als hij strak is. Maar hij is gewoon... Oké, ik heb het warm, jongen. Ik zweet gewoon. Ja. Ik vind het wel Ja. En ik heb nu een meter Dr. Martens. Ik heb nu de coltrui aan, de bruine. En hij is echt heel mooi. I like it. Ik weet niet wat het kost, maar 5 euro. Deze is maar 5 euro. Witte trui aan. En I love it. Ja, ik vind deze echt super mooi. En ik vind het leuk dat hij een beetje wat langer is. Dat ik het lekker zo kan doen. En ja. En ik denk dat het zelfs leuk is als ik zeg maar dit aan doe. En dan met mijn jasje. De stilo. Made by Amelia. Hi. Ik zweet. Oh, het is 26 graden, hè? Can you please not? Oké. Okay. Hij is echt nieuw. Ik heb gewoon 2 nieuwe dingen eigenlijk. Wauw. Ik ga niet passen. We're a good team. Ik heb een goede shit gevonden. Echt goede shit. Maar ik ga niet passen, want ik ben kapot. Ja, het is heel warm. Ik ga alleen deze waarschijnlijk nemen. Ja, we zien net dat alles op maat is. Oh my god, this is amazing. Ik vind het echt goed. Dit is super goed bedacht. And maybe do you want to be part of the team? Maar deze neem ik deze. A-team. De A-team. Wil je nog een Adidasje? Oh my god, en vind net dit. Het kan heel leuk zijn. Of heel stom. Of de auto die je nu hebt zou het cool kunnen zijn. Zeker. Ik vind de kleur wel leuk. En misschien moet je toch die broek passen. Ze liggen er. Kijk hoe cool. Ja, maar het is inderdaad heel cool. Maar de schoenen zijn wel even... Nee, de schoenen... Je moet even dit eronder kijken. Zeg maar dit. Ik heb nu een beetje omgebouwd. Soort van. Hoe zeg je dat? Omgetoverd tot... Zo. Heb je iemand wilde plannen of wat? Goh, Shamee. Jeetje, man. Maar ik vind hem heel leuk. Dit staat super mooi. Hij lijkt hoor. Ja, ik vind hem heel leuk. Hij is maar 4 euro, ja. Oké, nou die gaan we ook nemen. Moet let op hè. Nee, doe dan even je move erbij. Ik weet het niet meer. Ik heb één. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Kijk hoe het eruit ziet. Het zijn twee oompies. Ik weet niet. Echt twee sukkels.
met je broek verloren. Stop de opmerking. Het is een gevaar, maar goed, anyways, Skarretje zit nog wel vol. Ik ga de broek niet doen. Totaal 19 euro. Girl, we need you. A-merk, B-merk. Ik vind dat dit budget moet zijn. Oké, okay. A-merk dus. Oh, big spending. Big spending. Oké. Okay. On the budget. Aww. Welke wil je nou, mop? Kom op. Oké, okay, kies maar. A of B? Oh, zag je het, hè? Bijna voor B. Of toch voor A? Wacht, de volgende is ook B. Of A, zeg maar. Wacht. Dus we kiezen nu 2 in 1. Lunch, gezond of ongezond? Oké, ongezond, gezond. Oké. Okay. Dus A-merk, dus we gaan big spending. En we gaan ongezond eten. Dit is on a budget en we moeten gezond eten. Maar ja, budget en gezond is best wel een uitdaging. Make some decisions, woman. Make up your mind. Ik wil een nieuwe schoenen. Dit is deze. Zet je pootje maar neer, Piet. Ja! Budget. On a budget. Hey, sales cash. En? Gezond eten. En gezond eten. We zijn in Den Bosch. Yay! Oh my god. En M.A. is nog nooit in Den Bosch geweest. Ik ben er misschien 2 keer geweest of zo. We gaan in de kleine straatjes op zoek naar een gezonde lunch. We kijken of er even iets gezonds hier is. Salade. Salade. Het is wel heel fancy en zo. We zijn natuurlijk in Den Bosch. En wat hoort daarbij? Een bos, hè? Bol! Half bol. Ja, want ik vroeg om hem te delen en ze hebben hem gewoon door midden. Oh, ja, dat is echt lief. Maar, oh, ik ben benieuwd. Even een dingetje, want we zouden inderdaad gezond zijn. Ja. We hebben super laat gegeten. Bijna geen trek meer. Nee, het is warm. Dus we eten dit en we gaan gezond avondeten. Juist. Thanks voor het zeggen. Maar, sorry, we kunnen niet naar Den Bosch gaan. Zonder bosjebol. Zonder bosjebol. Dus, we gaan nu. En dit is trouwens haar eerste bosjebol. Uit Den Bosch. En dan doe ik meteen goed, hè? Ja. En mee, kom heel even, alsjeblieft. Dit is en mee de favoriete winkel. En mee. Kom even. Ja, tof. Nee, nee, nee. Bella, Bella, zou je het niet doen? De volgende is, gaan we een Instagram foto maken. Alleen? Of met z'n twee? Je bent inmiddels echt wel schoner, schat. Het is B. Ja? Het wordt B. Dus dat samen. Oh nee. Oké, okay, ja, het is alleen. Nog een stapje naar voren. Ja. Ja, daar. Is het waar? Ja, cute. I like it. It's your turn. Wil je ook hier? Nee. Allerlaatste wordt dat we een cadeautje voor elkaar moeten kopen. Deze is dat we een cadeautje met de letter A moeten kopen van M.A. En de B is met de letter R. En dan kunnen we alles kopen wat we willen. En omdat het budget is, ja, doen we 5 onder euro. De 5 euro. Want als we big spender waren, hadden we bijvoorbeeld 20 euro te besteden. Maar ja, aan een budget hebben we 5 euro. Ja, en dan moeten we echt een beetje een leuk cadeau, grappig, I don't know. Moet er even spoilen ook nog, hè? Ja. Zometeen krijg je een snoepie. Oh, oh, het is de A. Oké, okay, we gaan nu de laatste soort van challenge, leuk dingetje doen. En dat is een cadeautje voor elkaar, onder de 5 euro, met de letter A. Maar het moet dus niet de letter A bevatten, maar het moet beginnen, met de letter A. En we hebben nog 1,5 uur voordat de winkels dichtgaan, so we need to hurry. Let's go! Niks begint met de letter A. Ik wil ook nog wel een beetje een leuk cadeau, weet je wel. A, A. Dit is het enige met de letter A. Krilverf. Oké, rol dat even iets verder. Ik heb echt iets kleins. Ik kon niet echt iets vinden. Ik wilde een aapje. Maar die was te duur. Maar ik heb nu een aanzichtkaart. Dus een kaart. Een aanzichtkaart. Dus dat is deel 1. Want dat is maar 70 cent. Dus ik heb nog veel over. Dus we gaan even verder kijken. Jongens, niks begint met de letter A. I'm dead serious. Like. Heb jij iets gedaan? Is ik heb nu. Ik ben binnen het budget gebleven. En wie zit hier al?
Dus wat denk je dat hier zit? Dit is een aardbeien. Ja. Dus jij hebt een bakkie. Het waren er 3 voor 3 euro. Ik hoorde net een bakkie. Ja. Lulu! Een antitransparant. Maar hij is toch cute? Ook weer voor in je tas. Ja, is perfect. Toch? Lekker. Maar deze is een beetje cheating. Een Argan-oil mask. Argan-oil. Ja, met acai berries ook nog. De bla. En al skin types. En ik vond de kleur leuk. Ik paars. Ik heb namelijk als eerste een aanzichtkaart. Goeie, leuk. Leuk. Oh, hij is echt cute. Oh, hij is wel cute, maar de... Oh, dat is de ding. Schrijf maar straks zo. Ja, ik ga wat leuks beschrijven. Aanzichtkaart. Ik dacht, oké. Oké. Oh, hij is echt heel cute. En dan heb ik nog... Amandelspijs. Of marsepein. Amandelmarsepein. Oh mijn god, sushi. Ja! Oké, you won. You won for sure. Maar... Dit is echt cute. Ja, wat kijk je? Ik ben leuk. Dank u wel, hè. Bedankt. Amandelmarsepein. Maar aardbeien is wel pakken lekker. Ja. En gezond. Dat hoort wel bij het thema van vandaag. Ja. Het is een beetje chique winkels, hè? Ja. Niks voor ons, we zitten op budget day. We zitten op budget en we lopen langs Nicky, langs, I don't know what. Ik loop hier met mijn sushi, hey. Nu heb ik gewoon weer zin in. Ik ben mijn aardbei. Hey. Kijk wat M.A. net vindt. Birdie van de blazer. Oh mijn god, wow. Nou, hier heb ik dus net een blazer. 7 euro. 7. Hi. 7 euro. Hey, we zijn on the budget. Gratis entree. Yes. Program Samstag. Drinken. Dit is Duits. Het is Oktoberfest. Kom maar. Het is niet budget. Het is niet budget, hoor. Kijk hoe cute interieur. Yay. We zitten echt ergens heel cute. Er waren letterlijk geen tafels vrij op het terras. Dus we hebben gewacht Zero. Totdat deze tafel vrij kwam. Ja. Dat betekent dat gewoon een budget een beetje lastig was. Ja, maar het is nog steeds niet duur. Het is niet een duur nemen. Nee. We konden ook wel wachten bij een duurder restaurant, maar we hebben wel hier gewacht. Wij zitten lekker aan een wijntje, want ja, we moesten gewoon even meenemen. En we zagen allemaal lekker hoofdgerechten, maar dachten we, oké, we're on a budget. Dus we hebben brood met tapenade en dit was, I don't know, 5 euro of zo. En dat delen we nu. En een vino. Cheers, girl. Op onze friendship. Cheers. Dus je kan zien, het is niet heel erg duur. Het is rond de 10 euro. Ik denk dat ik dan echt voor bolognese of zo ga, kleine portie. Ik heb hier echt een goed gevoel over. Want dit is echt al top. En het terras is super gezellig. De mensen echt heel leuk. Guys, dit ziet er toch lekker uit. En mee heeft spet met zijn kampies. En ik heb bolognese. Dus... Bon appetit. Bon appetit. Wat is het in Italiaans? Ik weet het niet. Maar ik val prego. Dat is het. Prego. Cute. Ik denk dat we in Italië zijn. My name is in the boss, bitch. Lieve mensen, het is 7:30 en we're pretty dead. We gaan nu lekker naar huis en ik ga een sushi eten. Zet zo naar je terug vanaf, kijk nou wat gevaarlijk ze doet. Sorry hoor. Doeg! Nee, dat is echt super gezellig met M.